hebben hier heel veel kinderen vanmiddag, want er staat wat te gebeuren. Beyoncé, wat gebeurt er vanmiddag? De speeltuin wordt opgeleverd. Opgeleverd met Crafty, Mickey Mouse, Pluto, Goofy. Hebben jullie er ook wat aan gedaan, of alleen de kunstenaars? De kunstenaars hebben de figuren opgespoten en wij mochten ze inspuiten met Crafty. De afsluiting van de Zuiderzeehaven was het met de botters eigenlijk langzamerhand gedaan met de visvaart. Nu was er wel de stichting Behoud Botters, die wilde die botters terugbrengen in het beeld. En die hebben toen een oude botter op de kop getikt, dat was de KB32. En het leuke is dat hier vandaag mevrouw, de beetje achternaam me kwijt, Drent, mevrouw Wille Drent. Zij is de dochter van de schipper van de KP32. En ik heb ook begrepen dat die botter heeft meer dan 40 jaar heeft hij gevaren. En het was de eerste botter die door de Stichting Behoud Botters is opgeknapt. En dat KP32, dat komt dus ook op deze schuit te staan. En aan de andere kant zit er nog een stukje Kampererfgoed, Brunnekererfgoed, zichtbaar is op de muren van deze gymzaal. Deze schilderingen die zijn betaald uit het budget Buurt aan Zet. Dat is dus echt een project voor de buurt, door de buurt. Ik hoop dat jullie ook doorgaan en alvast gaan bedenken wat jullie nu weer voor leuks met de buurt willen. Want er is nog budget, dus vraag ook vooral aan voor het komende jaar of jullie nog weer het leuks kunnen bedenken als buurt. En dan wil ik nu vragen mevrouw Drent of mevrouw in Drent. Duidelijk twee verschillen, hè? Want dit is heel heftig en heel leuk voor de jeugd, want die hebben we net gesproken en die vinden deze kant prachtig. De andere kant is wat ingetogener en ik denk van ja, het heeft allebei zijn waarde. Ja, ik vind het ook wel passen, want de andere kant dat is ook meer dat is het zicht vanaf de straat. En ik weet nog dat die kleurstelling is ook gekozen door de buurt op de wijkbijeenkomst. En hier, nou ja, je ziet, dit is een speelplek voor kinderen. Dus dan past er ook gewoon bij dat je felle kleuren gebruikt en dat het allemaal wat vrolijker is. En ik vind juist wel leuk om die eigentijdse die stripfiguren naast die botten te zetten. En die botten, ja, dat is toch een belangrijk ding. Dat was natuurlijk al aan de andere kant. En ik weet ook dat de buurt er echt voor gestreden heeft dat de KP32 op de botten moest komen te staan. En leuk is het dat hij aan deze kant weer terugkomt. Het hoort bij Brunnepe. Veel plezier, hè? Hier met jullie nieuwe plein. Want het lijkt wel een beetje een plein, hè? Ja. Vinden jullie het allemaal leuk? Ja. Gelukkig maar. Allemaal vinden ze het leuk.